Pascal heeft na een bedrijfsborrel net een paar biertjes te veel op. Hij zou overduidelijk niet mogen rijden. Alleen hij moet nu weg, want zijn vrouw staat op het punt van bevallen. Hij is alleen te dronken om zijn deur nog te kunnen openen, dus daar heeft hij wat hulp bij nodig. Wat doe je als iemand zo dronken is en toch wil rijden? Help je hem de weg op of hou je hem aan de kant? Kun je me even helpen? Wat is er aan de hand? Ja, het gênante is, ik krijg de deur niet open en ik krijg net te horen dat mijn vrouw gaat bevallen. Joh! Ja, maar ik moet naar huis. Zou je nog wel rijden? Ja. Oh. Rijd je nog? Oeh. Ja. Ik zou niet gaan rijden als ik jou hoor. Ik zou een taxi nemen. Als ik maar, mevrouw, als ik u deze sleutel geef, kun je dan alsjeblieft de deur openmaken voor mij? U zou me ontzettend helpen nee, als u de... Nee, hier op de petten rijdt, wil ik niet helemaal geweten hebben. Nee, dat wil niemand, toch? Mijn vrouw gaat bevallen. Dat is mooi. En ik moet gewoon nu naar huis. Maar het gênante is, ik krijg de deur niet open. Ja, maar het is toch sowieso niet handig als jij zo te rijden, vriend, toch wel? Maar ik heb twee biertjes op. Ja. Drie. Ja. Ik vind het hartstikke kloten voor je, jongen. Maar ik ga jou zo niet laten rijden. Maar... Kijk hoe dronken je bent. Dat gaat niet goed, jongen. Echt niet. Maar mijn vrouw is er op het punt van bevallen. Je mag mij iedereen vragen. Ik ga die deur niet voor je openmaken, vriend. Als jij iemand doodrijdt, ik ga dat niet op mij hebben, jongen. Sorry. Dat begrijp ik echt, meneer. Maar ja, of iedereen er zo over denkt. Ik heb een heel leuk, trouwens, ding. Mijn vrouw gaat bevallen. Ja, oh jee. Nee, dat is leuk. Ja. Probleem is... Je bent zo dronken. Dat ik gewoon de deur niet open krijg. Wil je alsjeblieft gewoon de deur openmaken, want dan kan ik gewoon naar huis rijden. Nou, dat lijkt me niet verstandig. Dank u wel. Want dan kan ik gewoon nu wegrijden, maar... Wel voorzichtig. Dank u wel, hè. Wel voorzichtig, zegt hij nog. Ja, en zo gaat de dronken Pascal de weg op. Het probleem is, ik krijg mijn auto niet open. En het is een beetje gênant. Je stond dronken, geloof ik, of niet? Nee, ik heb gewoon net drie biertjes op. En mijn vrouw, want die is namelijk nu aan het bevallen thuis. Dus ik moet gewoon naar huis. Maar wil die alsjeblieft gewoon de deur voor me openmaken? Dan kan ik gewoon wegrijden. Ik zal dat proberen, hè? Ja, want Maar... Je zei die moeten rijden, joh. Je bent stom dronken, man. Nee, maar ik moet nu gaan, meneer. Wilt u alsjeblieft de deur openmaken, meneer? Oké, jongens. Helpt deze man Pascal de auto in, ja of nee? Laten we eens even kijken wat jullie hebben ingetoetst. Klaas, jij zegt ja. Dat gaat hij toch doen. Ja, omdat hij pakt die sleutel al. Ik zie dat hij die sleutel al pakt. En hij zei, je zou het niet moeten doen. Hij zegt niet, jij mag niet rijden. Hij zegt, nee. Je zou het niet moeten doen. Maar goed, wat zou jij zelf doen? Als ik zou het, ja, dan kan ik natuurlijk, nee, ik zou dat niet doen. Maar ik vind het wel ingewikkeld, zeker als ik iemand ken bijvoorbeeld. Als je echt iemand persoonlijk kent, dan heb ik er wel moeite mee. Dan neig je hem eerder tegen te houden. Nee, juist niet, gek genoeg. Oh. Tenminste niet stom, maar stom dronken is wel echt iets anders dan dat je een vriend op een feestje en die heeft 5 biertjes op. En die, ik rij nog even naar huis. En die denkt, ja, dat doet diegene eigenlijk al jaren altijd al zo. Ja, ik denk juist dat hij probeert in te schatten hoe dronken hij is. En ik denk dat hij uiteindelijk, althans, dat hoop ik, altijd zegt, weet je wat, ik breng je wel. Stap maar in, dan rij ik wel naar je vrouw. Oké, dat is mooi. Jij zegt nee en jij zegt ja. Groot verschil. Laat maar zien. Nee, maar ik moet nu gaan, meneer. Wilt u alsjeblieft de deur openmaken, meneer? Nee, wil ik niet. Weet je waarom niet? En dan doe ik voor jou. Voor je gezondheid. Nee, want je bent dronken, man. Je bent dronken, je kan niet rijden. Hij doet het niet. Dat is braaf van jou. Ja, toch wel interessant wat jij zei. Kennen jullie dat ook niet? Misschien kent u dat ook. We hebben allemaal zo 2 biertjes in je hoofd. En dan denk je, nou, dit gaat helemaal goed. Ik heb 2 biertjes. En dan rij je een keer zo'n fuik in. En dan gaat je hartslag gelijk naar de 180. En denk je, nou, ik ben de lul. Ja, u herkent dat, hè, meneer? Ja, maar dat is dat toch? Dat je denkt, het gaat zodat je aan het drinken bent. En dan als je in de auto zit, denk je, is het eigenlijk wel veilig. Ja. Nee, maar ook vooral dat je denkt, nou ja, maar dit feestje duurde al 4 uur. Dus je kan wel elk uur een biertje. Weet je, dus, ja, maar het praat je het ook goed in je eigen... Hoe goed je tegen drank kan, want ik ben na 1 wijntje al helemaal teut. Dan kan je me wegdragen. Alcoholpromillage. Mag zij 1 glaasje? Nee, zeker niet.